Premier Rutte geeft Zeeuwen uitleg over afblazen marinierskazerne. Het is donderdag 5 maart. Dit is Zeeland Nu. Statenleden nog steeds boos op kabinet. Bus gaat pakketjes bezorgen. En lagere straf voor doodrijden echtgenoot. Goedenavond. Ruim 500 Zeeuwen mogen vanavond premier Rutte het vuur aan de schenen leggen over het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne. Rutte komt op uitnodiging van de Zeeuwse VVD uitleggen waarom die verhuizing naar Vlissingen niet meer doorgaat. En we gaan naar Vlissingen, naar het Arsenaal Theater. Daar staat politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, neemt Rutte al wat mee voor Zeeland? Met andere woorden, komt hij al met concrete alternatieven voor die marinierskazerne? Nou, verwacht niet dat Mark Rutte vanavond als een soort Sinterklaas met een lijst met alternatieven komt voor die kazerne. Dus geen tolvrije Westerschelde-tunnel, ook geen betere verbindingen met de rest van Nederland of een waterstoffabriek. Zo concreet zal het vanavond hoogstwaarschijnlijk allemaal niet worden. Nu was er gisteravond een extra statenvergadering over de marinierskazerne. Hoe verliep dat? Nou, daaruit bleek weer eens de boosheid en ook de teleurstelling van de Zeeuwen, de frustratie ook over het afblazen van die marinierskazerne. Maar om nou te zeggen dat er echt gedebatteerd werd, nou nee. We hebben hier geen debat gevoerd. In Zeeland is geen ruimte voor debat. Men wil hier alles samen doen, tot consensus komen. Er worden niet de echte verschillen uitgesproken die er zijn. Dus ontevreden eigenlijk over het verloop van deze avond? Zeker, zeker. Want kijk, er is gezegd van niet inzetten op een zak met geld. Eerst weer gaan praten, het proces rustig afwachten. Dat is allemaal al geweest. We moeten nu gewoon zeggen, snel de schadevergoeding voor Zeeland en dan gewoon vooruit en aan de slag. De extra vergadering van Provinciale Staten werd gehouden op initiatief van Forum voor Democratie. Maar die partij was dus niet echt tevreden. Ook D66 in Zeeland miste het debat. Nou ja, debat is misschien een groot woord, want we waren natuurlijk heel eensgezind. Nog een beetje, ik zal niet zeggen commandeuken, want dat hoort niet bij de omroep dat zo in het publiek te zeggen. Maar in ieder geval, eensgezindheid was zo groot dat ik dat niet echt een debat kan noemen. En inderdaad, want iedereen was eensgezind boos en teleurgesteld. Zeeland is verschut gezet. En grof ook. Wij voelen ons bedonderd door de staatssecretaris. Wij zijn daar uitermate in teleurgesteld als SGP. Teleurstelling, boosheid en onbegrip. Ik ben teleurgesteld in het kabinetsbesluit. Alle statenleden steunden een motie om nog eens opheldering te vragen over de redenen van het afblazen van de kazerne. En vrijdag gaan Zeeuwse bestuurders naar Den Haag om te praten met minister Knops van Binnenlandse Zaken. Wat verwacht u daarvan? Dat is heel lastig, want als je daar nu verwachtingen over uitspreekt, dan weten we niet of dat uitkomt. En dan sta ik zo meteen in mijn hemd. Dus ik ga er niks over zeggen. Ik hoop dat we stappen kunnen zetten in het proces waarop het kabinet voor zich ziet om te komen tot een overeenkomst tussen Zeeland en het kabinet. Marcel, dat was gisteravond. Terug naar nu. Wat voor soort bijeenkomst wordt het? Nou, mensen kunnen vanavond dus discussiëren met Mark Rutte. Zometeen wordt hier op de vloer waar ik sta, wordt er een groot vierkant afgeplakt. Mensen die met Rutte willen praten kunnen in dat vierkant stappen. Er zijn 550 mensen vanavond aanwezig. Het is een beproefd recept door de VVD en Mark Rutte. Ze hebben dit vaker gedaan met boze boeren, met boze Groningers. En ja, je weet, Mark Rutte is een meester in het gladstrijken van moeilijke plooien. Dus we zullen het zien vanavond hoe dat gaat. En nu is het geen avond georganiseerd door de regering, ook niet door de provincie. Het is echt een VVD-avond. Waarom doet de VVD dat? Nou ja, kijk, dat voorgenomen kabinetsbesluit om die marinierskazerne af te blazen is natuurlijk genomen in een kabinet dat onder leiding staat van de VVD. Er zitten natuurlijk ook andere partijen in, maar de premier Mark Rutte is een VVD'er. De staatssecretaris Barbara Visser is ook een VVD'er. Ja, het is eigenlijk niet overdreven om te stellen dat het afblazen van de marinierskazerne eigenlijk onder hoofdverantwoordelijkheid is gebeurd van de politieke partij VVD. Ja, en dat voelt de VVD. De VVD heeft hierdoor toch wel imagoschade geleden. En vergeet niet, precies over een jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En ik neem aan dat de VVD ook in Zeeland stemmen wil trekken. Marcel de Kranen, dank je wel. En die bijeenkomst vanavond is live te volgen via een extra uitzending van ons op tv, internet en Facebook. En dat is vanaf 8:15. Je pakketje laten bezorgen door de streekbus.
Busbedrijf Connection wil er in Zeeland mee gaan experimenteren. Zo wordt er wat extra geld verdiend en kunnen onrendabele buslijnen op het platteland behouden blijven. Het betekent wel wat extra werk voor de chauffeurs. Als het niet te veel spierballen vraagt. Nou, dat zie ik nou niet echt zitten, nee. Maar echt heel veel kilo's, dat gaat natuurlijk niet meer. Nou ja, als het niet meer is dan en een klein pakketje, maar ga niet sjouwen. Vraag is nog hoe Connection de aflevering van de pakketjes wil gaan regelen. Zelf zou ik het zo doen dat er één bepaald punt per dorp is waar je al je pakketten kan ophalen. Maar dat hun dat daar brengen vanaf een ander... Snap je wat ik bedoel? Ja, dat lijkt mij het slimst. Dan zou iedereen gewoon even om zijn pakketje moeten lopen. Het lijkt me het handigst dat je het op een centraal punt in een dorp of bij een winkel of zo af moet leveren. Vorig jaar verwelkomde Zeeland ruim 100.000 toeristen meer die bleven slapen dan het jaar ervoor. Een stijging van 4%. Het aantal overnachtingen zelf steeg met ruim 670.000. Een stijging van ruim 6%. Met deze stijging zit Zeeland in vergelijking met andere Nederlandse regio's in de middenmoot. Maar in Zeeland blijven de gasten wel het langst, gemiddeld 4 nachten. Een 68-jarige vrouw uit Sint-Jansteen heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van 3 maanden en een taakstraf van 240 uur. Ook mag ze 2 jaar geen auto meer rijden. De vrouw reed in juni vorig jaar haar man aan op een parkeerplaats in Hulst en liet hem daar hulpeloos achter. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De straf valt lager uit dan de eis van het OM. Die had 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank zijn er verzachtende omstandigheden, omdat de man zich al 2 keer schuldig had gemaakt aan huiselijk geweld. En op de fatale avond had hij zijn vrouw bij de keel gegrepen. In Den Bosch was vandaag de eerste zitting in het hoger beroep in de zaak over de cafémoord in Oostburg in 2017. Straks praat ik met verslaggever Niels Schuurbiers over dit hoger beroep, maar eerst even de feiten tot nu toe op een rij. Bij een schietpartij in café De Drie Musketiers op 3 maart 2017 komt de 24-jarige Serwan Kassan om het leven. Aanleiding voor de schietpartij was een langdurige ruzie tussen een van de verdachten en het slachtoffer. Ze zouden vermoedelijk een conflict hebben gehad over de handel in softdrugs. De hoofdverdachte uit Zoetermeer heeft 5 keer op Kassan geschoten. 3 kogels worden in zijn lichaam teruggevonden. De schutter zei dat hij handelde uit noodweer, maar daar ging de Middelburgse rechtbank niet in mee. Hij kreeg 6 jaar cel en tbs. Een nu 30-jarige verdachte uit Breskens kreeg dezelfde straf. Hoewel hij niet heeft geschoten, zag de rechtbank hem ook als dader. Een nu 24-jarige Bressiaander kreeg eerder 180 dagen cel, waarvan 60 voorwaardelijk. Ook hij is in hoger beroep gegaan. En verslaggever Niels Schuurbiers is in Den Bosch. Niels, is er nog nieuwe informatie naar buiten gekomen tijdens de zitting van vandaag? Jazeker, we zijn te weten gekomen dat de ruzie in het café ontstond om een kleine rode toilettas die het slachtoffer bij hem had. Daar maakte een van de verdachten een grap over en later op de avond kwam het slachtoffer daarop terug en dat liep uit de hand. En dat resulteerde dus in een vechtpartij met uiteindelijk die dodelijke afloop. Dus als het waar is wat een van de verdachten heeft verklaard, kunnen we dus zeggen dat een uit de hand gelopen grap iemand het leven heeft gekost. Ja, is eigenlijk al bekend hoe die vechtpartij precies is verlopen? Nee, daar is nog heel veel onduidelijk over, omdat veel getuigen iets anders verklaren en ook sommige verdachten niet helemaal weer weten hoe het ging. We weten dat hij buiten het café begon met een van de verdachten. Die werd het café ingeslagen. Daar werd die verdachte met rust gelaten en zou het slachtoffer zich richting een andere verdachte, de neef van die eerdere, hebben gewend. Die trok een pistool en die heeft geschoten met dus de dodelijke afloop. Maar wie waar precies stond en in welke volgorde alles is gegaan, ja, veel verklaren verschillende dingen. Niels Schuurbiers, dankjewel. Zo in de knoop zitten dat je het niet langer volhoudt op school en er dan uiteindelijk weer bovenop komen door middel van therapie met paarden. Deze vorm van behandeling voor mensen met psychische problemen van zorginstelling Zeeuwse Gronden in Terneuzen bestond al langer. Nieuw is dat er nu ook een dagbehandeling is voor pubers. Dit is Meerte. Ze is 15 jaar en woont in Biervliet. Ze ging na groep 8 naar scholengemeenschap CSW in Middelburg. Maar daar kreeg ze last van onder meer faalangst. Een jaar geleden kwam ze bij Zeeuwse Gronden in Terneuzen terecht. Toen Meerte hier startte, toen ging ze helemaal niet meer naar school. Ze was volledig vastgelopen en we kregen er geen mogelijkheid meer op school. Toen is ze hier gestart en toen begon het eigenlijk met stapjes aan beter te gaan. Ze is toen ook van school verwisseld. Haar grootste angst, toetsen maken.
En letterlijk stapje voor stapje hebben ze het afgelopen jaar hier aan het wegnemen van die angst gewerkt. Bij Mirte werkt het goed met voltige, een soort turnen op het paard. Bewegen is daarbij het sleutelwoord. En niet zozeer alleen maar vanaf een tafeltje, maar echt in de beweging te komen en echt samen met het paard dat te gaan doen wat ze spannend vindt. Dus het paard is voor haar een veilige situatie, een toets maken niet. Door die twee met elkaar te verbinden zijn we eigenlijk door de blokkade heen gekomen. Mooie balans. Mirte heeft er nu een jaar van behandeling op zitten. Onderdeel was ook het voeren van gesprekken, zowel individueel als in een groep. Maar zonder het werken met en op het paard was ze er niet gekomen. Nee, alleen wij praten niet. Hoe komt dat, denk je? Omdat ik er niet zoveel hou van mensen gewoon in een kamertje zitten. Het is net of je een beetje saai en ben liever bezig met andere dingen. Blijf je ook paardrijden, denk je? Ja. Als je wil dat je eventjes een rust neemt of een pauze neemt, dan mag je het aangeven. Mirte durft nu weer een toets te maken. Zoals hier letterlijk op de rug van een paard, maar ook weer in de klas. Equitherapie, zoals het heet, bestaat al 10 jaar. Nieuw is de behandeling voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar die dreigen uit te vallen op school of zelfs al gestopt zijn. Daarom wordt er dan ook samengewerkt met scholen en gemeenten. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat kwetsbare jongeren weer verder komen op schoolstuk. Dus weer verder kunnen in hun ontwikkeling. Dat het thuis beter gaat en dat het in de sociale situaties ook weer beter gaat. En dat ze eigenlijk gewoon weer regulier volledig naar school gaan. En we zien ook dat dat lukt. Zeeuwse Gronden behandelt nu 30 jongeren en verwacht de komende tijd een verdubbeling van dat aantal. Mirte is van school gewisseld en is voor een belangrijk deel van haar faalangst af. Ja, nu mist ze eigenlijk geen enkele dag meer van school en gaat het gewoon supergoed op school. Hoe is dat om dat te zien? Je dochter zo te zien veranderen in een jaar? Ja, dat is super. Dat is heel mooi. Ik ben echt trots. Ik ben echt super blij dat dit. Dat ze zover al gekomen is. Het is geen verrassing, denk ik, als ik zeg dat het een natte dag was vandaag met alle soorten regen die je maar kon bedenken. En die regen houdt nog wel even aan, want zowel vanavond, vannacht als morgenochtend blijft het buiig. Maar in de middag is er kans op een paar opklaringen. En in De Laatste Getuigen straks het verhaal van Casper Traas uit Nieuwdorp. Zijn vader is lid van de NSB en vertrekt op verzoek van de Duitsers naar Wit-Rusland om daar als boer het land te gaan bewerken. Mijn vader die schreef nog een brief kort daarvoor. We komen binnenkort terug. De oogst is binnen. En kort daarna zijn ze allemaal vermoord die daar waren. En de boerderij in brand. Dat dus straks. En vanavond vanaf 19:15 kunt u dus hier kijken naar een extra live uitzending over de bijeenkomst met premier Rutte en zo'n 500 Zeeuwen. De uitzending is ook te volgen via onze site en Facebook. Tot zover. Voor nu nog een fijne avond.